Belangrijke getuigenis in de Irangate-affaire. Bevrijdingsdag, een feestdag. Zwart protest in Zuid-Afrika tegen de verkiezingen. Goedenavond. De Amerikaanse volksvertegenwoordigers vinden dat ze nog steeds niet genoeg weten over de geheime wapenleveranties aan Iran. En een onderzoekscommissie uit hun midden is vandaag weer begonnen aan een aantal belangrijke getuigen te horen. In de studio in Washington zit Charles Groenhuizen. Charles, goedenavond. Dag Marie. Wat hebben de verhoren tot nu toe opgeleverd? Nou, verhoren, tot nu toe is het bij één verhoor gebleven en wel van Richard Secord. Een gepensioneerde luchtmachtgeneraal die betrokken is geweest bij zowel de wapenzendingen naar Iran als later de wapenzendingen naar de Contras, de opstandelingen in Nicaragua. Meneer Secord heeft zich met name heel boos gemaakt op Edwin Meese, de minister van Justitie. Want Meese is namelijk degene geweest die als eerste destijds met de onthulling kwam dat een deel van het geld uit die Amerikaanse wapenzendingen naar Iran, dat een deel van het geld is doorgeschoven naar de Contras, de opstandelingen in Nicaragua. Secord daarover. The decision of Mr. Meese and possibly others to succumb to anxiety and ignorance is particularly unforgivable in my judgment in light of the fact that had he been receptive, he could have been advised of the facts surrounding these events before his announcement. This reasonable option was rejected, and we were instead betrayed, abandoned, and left to defend ourselves. Shell, heeft Secord ook iets losgelaten over waar het geld eigenlijk vandaan kwam? Waar het geld vandaan kwam, voor een groot deel inderdaad uit die wapenzendingen aan Iran. Het geld wat de Iraniërs daarvoor betaald hebben. En het is eigenlijk een beetje gek dat Secord zich zo boos maakt op minister van Justitie Meese, omdat het verhaal wat Secord zelf vertelt in grote lijnen klopt met datgene wat Meese destijds ook verteld heeft. Het geld ging naar een geheime bankrekening in Zwitserland en vanaf die bankrekening werden onder meer de Contras weer betaald. Ook blijft overeind staan het verhaal dat Oliver North, toen medewerker op het Witte Huis, volop bij de zaak betrokken was. En ook blijft overeind het verhaal dat nog steeds miljoenen en miljoenen dollars in deze hele zaak echt zoek zijn. Kun je al iets zeggen wat de politieke gevolgen kunnen zijn voor de regering en voor president Reagan dus? Ja, het is nog erg vroeg. Het is de eerste middag van de verhoren hier in Amerika, in Washington. De volgende nog maanden van verhoren. Zeker is wel dat er een aantal congresleden die in de commissie zitten en die heel veel geheime stukken hebben kunnen inkijken, dat die al wel vrij vergaande conclusies trekken. En een van de meest kritische mensen op dat punt is Warren Rudman. Hij is een van de leden van de onderzoekscommissie. The story that will be told is a sad one. There will be evidence of illegal behavior and contempt for our democratic form of government. There will be stories of greed and incompetence. There are many victims, especially the American people, who have a right to expect better from their government. While the investigation is still underway, we already have sufficient evidence to establish that this is an inexcusable fiasco of the First Order. Ja, en als dat zo is, dan is president Reagan daar inderdaad mede voor verantwoordelijk. Maar als het gaat om het doorschuiven van het geld naar de Contras, het onderwerp waar het alsmaar weer over gaat, dan blijft de president zijn oude standpunt herhalen. Ook vanmiddag zei hij weer dat hij daar in elk geval niks van weet. I know what I did and I have told all of you repeatedly what I did and now I'm going to quit talking to the office. Should Senator Hart drop his bid for the presidency? Wordt vervolgd het verslag uit Washington. Bij ons was het vandaag Bevrijdingsdag, maar die werd lang niet zo uitbundig gevierd als Koninginnedag vorige week. Toch waren er heel wat manifestaties, zoals hier in het Vondelpark in Amsterdam. De kunst van het veelkleurig verzet was een van de motto's, met muziekgroepen van allerlei nationaliteiten en met dichters die eigen werk voordroegen. Amsterdam schrijft, bijvoorbeeld om het Verzetsmuseum te steunen. En verder was er in het Vondelpark een vrijmarkt waar vooral de eettentjes goede zaken deden. En gokspelletjes waren er in overvloed, maar het muziekpodium bleef toch de meeste belangstelling trekken.
En eerder vandaag waren er officiële plechtigheden rond Bevrijdingsdag. In de Nieuwe Kerk in Amsterdam bijvoorbeeld de nationale viering. Hoogste gast daar was prinses Juliana. Het werd een bijeenkomst met veel muziek en met sprekers die vonden dat 5 mei ook in de toekomst moet blijven worden gevierd. En in Wageningen was zoals altijd de nationale herdenking. Op de plaats waar 42 jaar geleden de Duitsers capituleerden. Prins Bernhard was er nu weer bij. En ook de koningin en prins Klaus. Voor de deur van het vroegere hotel De Wereld was er een defilé met oud-militairen en oud-verzetsmensen. Koningin Beatrix onthulde in de grote kerk in Wageningen een gedenkraam. Een blijvende herinnering aan die 5e mei 1945. Douches die het niet doen, koude maaltijden en schilders in je hut. Dat verwacht je niet als je een reisje maakt op het luxe cruiseschip de Queen Elizabeth II. Maar de realiteit en de verwachtingen liepen ver uiteen tijdens een trip tussen Southampton en New York. Het was de eerste reis van de Queen Elizabeth na een grote opknapbeurt die ruim 360 miljoen gulden heeft gekost. Maar de reis was niet zo koninklijk als de passagiers en de rederij gehoopt hadden. Rotzooi op de dekken en in de gangen. Een leeg zwembad. Smerig water uit de kranen. En bloedhete hutten, zodat de passagiers maar in een bioscoopstoel gingen slapen. 5.000 tot 10.000 gulden was er voor een passage betaald. En iedereen had goed de pest in. We walked on the ship, it was a pigsty. We went into the corridor and they had uncrated furniture blocking the corridor. I walked into my room and the rug was like a swamp. De Engelse rederij heeft de passagiers haar excuses aangeboden en zal iedereen 40% van de reissom terugbetalen. Een succesvolle staking van de zwarten leidt de Zuid-Afrikaanse verkiezingen in die morgen worden gehouden. Verkiezingen voor alleen de blanke bevolking, uitgeschreven door president Botha, die van zijn achterban een mandaat wil om met de zwarten te gaan praten. Protest van de zwarte bevolking tegen deze verkiezingen die, zoals zij zeggen, niets met hen te maken hebben. Maar de tweedaagse staking, vandaag en morgen, is ook een protest tegen de staat van beleg, die nu al 11 maanden duurt, en tegen de onderdrukking van de zwarte vakbonden. Stakers en aanhangers op straat, gesloten winkels en het leger dat patrouilleert. Volgens de vakbonden is de wegblijfactie een groot succes. En voor het overgrote deel verliep de actie vandaag vreedzaam. Alleen in de buurt van Durban werden bussen met werkwilligen aangevallen en in sommige gevallen in brand gestoken. De spanning rondom de verkiezingen werd vergroot door een aantal bomexplosies. 2 in Johannesburg die alleen schade aanrichten en 1 in het noorden van het land. Bij de ontploffing van die bom, een landmijn bij de grens met Zimbabwe, kwam 1 persoon om het leven. 10 raakten gewond. Er heeft vandaag een grote engel rondgevlogen boven de kust van Frankrijk. Honderden mensen hebben hem gezien. Het was een engel van brons en smeedijzer, hangend aan een helikopter. Het was de aartsengel Michael, die een eeuw lang op de kerk van Mont Saint-Michel heeft gestaan, vlak voor de kust van Normandië. Het was een heel karwei geweest hem van de 150 meter hoge toren te krijgen. Na 3 keer aanvliegen had de helikopter hem stevig in de kabels en kon de vlucht beginnen. 100 jaar heeft het beeld blootgestaan aan weer en wind van de Atlantische Oceaan. En nu is het toe aan een opknapbeurt. Na een korte rondvlucht werd de 4,5 meter hoge engel veilig op het strand gezet. Hij gaat nu naar Parijs voor een restauratie die 1 miljoen gulden gaat kosten. Over 1/2 jaar hoopt men hem weer blinkend nieuw terug te zien op de Mont Saint-Michel. En dan voetbal. Voor een finale plaats om de KNVB-beker konden Ajax en Groningen niet tot een beslissing komen. Het werd 0-0. De wedstrijd zal moeten worden overgespeeld. Wel plaatste Den Haag zich voor de bekerfinale. Het versloeg Den Bosch met 3-0. Er werd ook voor de competitie gespeeld. In de eredivisie werd AZ PSV 0-0.
Deze wedstrijd kreeg voor een aantal PSV-supporters nog een staartje. Op het Alkmaarse station werden er 10 aangehouden voor vernielingen. Ook andere supporters waren erbij betrokken. Voor de schade aan de treinstellen werd een regeling getroffen tussen spoorwegpolitie en supporters. De collecte onder de ruim 200 supporters bracht bijna 600 gulden op. En dat was volgens de spoorwegen beslist niet kostendekkend. De uitslagen nu van de eerste divisie. De Graafschap MVV 1-4, DS 79 RBC 2-2, SVV Willem 2 1-1, Telstar Helmond Sport 2-3, NAC Eindhoven 3-1, Heracles Vitesse 3-1 en Heerenveen Volendam 1-1. Studio Sport zendt straks samenvattingen uit van enkele wedstrijden om 11:50 op dit net. En dan besluiten we met het weer. Hier is Han Melling. Vannacht is het bewolkt. Er kan nog wat regen of wat motregen vallen. Dat is heel weinig. Morgenochtend klaart het dan langzamerhand op. In de loop van de dag krijgen we meer zon en het blijft verder de rest van de dag droog. De wind noordelijk en die zal matig zijn. Alleen boven water nog vrij krachtig. Een windkracht 5. Temperaturen morgen een graad of 12, 13. Tot zover het journaal van 10:30. Een goede avond. Morgenavond bij de NOS op Nederland 2 om 8:50 in de avondvoorstelling het ballet Napoli, uitgevoerd door het Koninklijke Deense Ballet en Orkest. Aangespoord door zijn goede vriend Hans Christian Andersen reisde de Deense choreograaf Bournonville naar Italië. Zijn notities over zijn verblijf te Napels resulteerden in een van zijn meest populaire balletten, Napoli. Een liefdesgeschiedenis rond de visser Gennaro en zijn bruid Teresina, die elkaar in een storm verliezen waarin de beroemde blauwe grot op het eiland Capri worden herenigd. Morgenavond het ballet Napoli, 8:50, NOS Nederland 2. Zo dadelijk kunt u op deze zender gaan kijken naar het nieuws voor doven en slechthorenden. Daarna om 11:10 is er een uitzending van Teliac met les 3 uit de cursus Gezond Sporten. De NOS is er om 11:50 weer met Studio Sport. U hoorde dat al even in het journaal met beker en competitievoetbal. We wachten nu even tot het 11:15 is en dan kunt u gaan kijken naar het nieuws voor doven.